Cambuur bij Leo Middelzee wordt mede mogelijk gemaakt door Brandsma, koffie, thee en apparatuur. We Safety, veiligheid doen we samen. En Fit 20, fit in 20 minuten per week. Trotse supporters van SC Cambuur. Jasper ter Heijden, wat dacht jij op de bank dinsdagavond toen Mees Hoedemaker zijn gele kaart kreeg? Toen dacht ik, ik maak kans om te gaan spelen vrijdag. Ja, denk je ook zo? Of is het ook wel jammer voor hem? Of maar denk je ook ja, wel tuurlijk, tuurlijk. Het is voor Mees een goede jongen. Hij doet het echt fantastisch. En ik zie het ook. Ik kijk goed naar hem en hoe hij het doet. En daar probeer ik wel van te leren ook, ja. Ja, want je mag nu vrijdagmiddag is het voetballen. Ja. En tegen jouw club. Ja. Ja, dat voelt is extra leuk misschien. En ja, ik heb heel veel zin in. Ik kijk echt naar uit, ja. Ja, want wat verwacht je van jong Ajax? Ja, wat ik van jong Ajax verwacht. Ik weet nu nog niet met wie ze komen. Of dat weet je eigenlijk bij jong Ajax nooit. Want ze spelen natuurlijk vanavond. Het eerste. En je weet niet wie er terugkomen of wie er... volgens mij vliegen ze gewoon in de avond terug. En zullen ze een paar jongens gewoon opstellen die mee zijn gegaan en niet hebben gespeeld. En jong Ajax is altijd een felle ploeg. Altijd druk, willen voetballen. Dus het zal wel een leuke wedstrijd worden, denk ik. Ja, en heeft de trainer al met jou gesproken wat hij van jou verwacht? Of is dat gewoon exact hetzelfde als Hoedemakers? Ja, eigenlijk wel. Ik probeer gewoon zo goed mogelijk die rol in te vullen. En misschien nog een beetje mijn eigen touch eraan te geven. Ja, want je bent eigenlijk ook rechtsback. Linksback heb je gestaan dit seizoen. Wat is je favoriete positie eigenlijk? Toch wel 6, ja. De 6? Ja, eigenlijk wel, ja. En waarom? Ja, mijn kracht komt daar iets meer naar boven. Een beetje het wegdraaien, indribbelen. En het verdedigende sta ik wat liever in het centrum. Zodat ik goed kan instappen en weten wanneer ik een bal kan onderscheppen. En als back ben je toch een beetje, zit je toch een beetje vast aan die zijkant, aan die lijn. En één op één verdedigen. En als 6 kan je toch meer een beetje ertussenin voetballen. Zeg maar. Ja, en Hoedemakers heeft natuurlijk, doet een ontzettend goed dit seizoen. Heeft een heel goed seizoen. Maakt het dan extra zwaar om dat dan over te moeten nemen? Of is het eigenlijk ja, lekker onbevangen? Ik voel totaal niet die druk zeg maar, om zijn rol over te nemen. Ik doe gewoon zo goed mogelijk mijn best op mijn manier. En ik hoop dat het goed uitpakt. Maar is voor jou een kans om aan de trainer te laten zien dat jij ook nog zeker meetelt voor misschien wel een basisplaats in de toekomst? Ja, we hebben ook natuurlijk een paar oefenwedstrijden gehad. Daar heb ik ook op 6 gespeeld. En de trainer is gewoon heel tevreden daarover. En ik zelf ook. Dus ik hoop dat ik morgen dat ook kan laten zien. Ja, want hij was er wel redelijk snel uit. Hè? Hij zei dinsdagavond al, daar komt Jasper te spelen. Ja, dat is fijn. Ja. Dat is vertrouwen ook. Ja, dat is vertrouwen. Ja. Fijn gevoel.